Schaken. Ik zie de schrik bij de heren. Ja, schaken. Komt hier nooit aan bod. Maar nu kunnen we er niet omheen. Carica. Dat is voor onze schaakmedewerker, denk ik. Carica Kasparov. Jazeker. Heren, Carica Kasparov. Na 15 jaar is hij zijn titel kwijt aan zijn landgenoot Kramnik. Hij wist niet één partij te winnen. Hugo, betekent dit het einde van Kasparov? Ik denk het wel. En Johan zal daar misschien raar van opkijken, maar van denken word je moe. En daarom ben ik altijd zo moe. En ik geloof dat Kasparov een leven lang tot nu toe alleen maar met dat bord bezig is geweest. Nou, dat kan niet blijven duren. Je ziet ook aan de gezichten van die schakers dat ze ondervoed zijn, dat ze tuberculose hebben. Ik denk altijd, ik moet de fruitboer van de Kjol zien te vinden, want ze hebben nood aan fruit en groente. Ze hebben bijna nog net niet de dood in het gezicht, maar ze zien er zo ongezond uit. Kasparov heeft dat, Karpov heeft dat, zelfs Jan Timman. Zo wit als een lijk vaak. Dus schaken is een verschrikkelijke, enerverende sport met een enorme slijtage. Waarbij komt dat die helden zoals Kasparov, die moeten dan gaan schaken in nachtclubs. Die moeten bij grote industriëlen in het salon gaan zitten. Als de dochter een minnaar zoekt. Nou ja, ik bedoel, dat zijn echt gevangenen. Schaak jij zelf ook? Nee, ik denk niet, Johan. Briljant.